Dit is de drugsput? Ja. Maar hier kan je... Ik zou hier echt moedeloos van worden als politie zijnde ook. Want in Nederland zo'n ecstasy-pilletje maken kost ongeveer 20 cent. Inmiddels weet ik dat het niet de ecstasy zelf is, maar de industrie en de criminaliteit erachter wat een pilletje zo schadelijk maakt. De productie van ecstasy, daar zit heel veel probleem. Er is heel veel criminaliteit bij omdat het zo lucratief is. En dus vind ik het tijd voor een alternatief. Een duurzame ecstasypil. Een pilletje zonder criminaliteit, eentje die rekening houdt met de natuur en eentje die zo veilig mogelijk is voor de gebruiker. In de komende afleveringen ga ik onderzoeken wat er allemaal voor nodig is om deze pil te maken en wat deze pil oplevert voor onze samenleving. Laat ik beginnen bij hetgeen wat mij het meest dierbaar is. De natuur. Of beter gezegd, onze natuur. Want als het aankomt op de productie van ecstasy, dan lijden onze bossen daaronder. Omdat het giftige afval hier gedumpt wordt. En iemand die hier maandelijks mee te maken krijgt, is boswachter Erik. Hij ziet wat voor schade ecstasyafval aanricht in zijn bos. Wat is drugsafval precies, om mee te beginnen? Drugsafval, synthetisch drugsafval, dat is het restproduct van de productie van ecstasy. En dat zijn meestal hele zure vloeistoffen die in vaten of in jerrycans zitten. We hebben wel eens een testje gedaan, gooiden we kippenbouten in drugsafval. En dat smelt helemaal weg. Nou, dat is dus, drugsafval is echt zo schadelijk. Nee, dus alle organismen, alle levende wezens die daarbij komen, die smelten gewoon, die gaan kapot, die gaan dood. Ja, helaas vinden we dat in Brabant heel vaak in de natuur, omdat je daar ongezien er vanaf kan komen. Dus zoek gewoon een donker weggetje, een parkeerplaatsje waar je even gauw 's nachts een bus leeg kan gooien. Om je even een idee te geven, er waren van 2017 tot 2021 in Nederland 1073 drugsdumpingen. Waarvan er 384 in Brabant. Dat is ruim een derde van alle drugsdumpingen. En veel van deze drugsdumpen worden dus gedaan in onze natuur. Oh. Kijk, en dit is de beruchte drugsput. Dit is de drugsput? Ja, en inmiddels weten we dat hier ongeveer 2500 kuub grond gigantisch vervuild is. Dat is gewoon de helft van deze hele heuvel, tot 7 meter diep. Dus eigenlijk tot zover ik kan kijken, ja, is de grond vervuild? Ja, dat zit gewoon vol met drugsafval. En dat komt omdat hele lange tijd hier afval gedumpt is, dat helemaal zo exact de grond in is getrokken. Ja, dat is eigenlijk een bodemloze put. Ja. En dat komt omdat we op een zandheuvel staan. En dat betekent dus ook al vul je hem tot de rand vol met drugsafval, dat vocht dat trekt de bodem in. En dan kan je hem weer vol gooien. Ik denk haast soms wel eens als ik weer zo'n put aantref, ik weet gewoon niet wat ik zou doen, want het is... Erin springen. Ja. Of is het dat niet zo ver? Nee, zo ver is het nog niet. Nee, dat zeker niet. Een gewone drugsdumping kost gemiddeld tussen de 5 en de 50.000 euro. En wie is er dan verantwoordelijk voor dat drugsafval als het eenmaal gedumpt is? De eigenaar. Dus is het bos van jou en ligt het op jouw grond, dan ben jij ook eigenaar zelfs van het afval. Je moet gewoon opruimen. En ook nog snel. En doe je dat niet, dan ben je strafbaar, hè? Dus ook al ligt het bij jou in je voortuin, dan moet jij opruimen. Het lijkt me ook zo frustrerend dat je dus aan de ene kant altijd te laat bent als het er al ligt. Maar als je op tijd bent, dan kan je alsnog niks. Ik heb heel vaak meelevend knikkende politie hier gezien. En zei, ja, dat is heel erg, het moet echt aangepakt worden en zo. Maar er gebeurt heel weinig. Dus ze moeten echt eens goed kijken naar een bronaanpak van hoe kunnen we dit probleem oplossen. Want het is natuurlijk eigenlijk idioot dat zo'n klein landje mega groot is in die drugsbusiness. Maar beantwoord die vraag dan eens, beter voorkomen dan genezen? Je zou op een of andere manier ervoor kunnen zorgen dat het niet geproduceerd wordt. Je kan er ook nog voor zorgen dat het afval niet meer illegaal is, dat soort dingen. Maar dat zijn heel vaak politieke keuzes en ik ben natuurlijk gewoon van het bos. Een duurzame ecstasy-productie, dus het wordt op een duurzame manier geproduceerd. Wat zou dat opleveren voor jouw bos? Ik wil maar één ding, het afval niet hier bij ons in de natuur. Ja, dat jij bent duidelijk inderdaad. Jij wilt het afval hier niet meer hebben. Nee. Erik is duidelijk. Giftig drugsafval vervuilt onze bosgrond en doodt alles wat hiermee in aanraking komt.
Helemaal kut natuurlijk. Maar heel gek dat dit gebeurt is het niet. Aangezien de productie van ecstasy illegaal en dus strafbaar is, kunnen de criminelen die hierachter zitten nergens hun afval op een legale manier kwijt. Ik wil er niet goed praten, maar het is natuurlijk niet zo dat ze met een paar tonnen en vaten twee keer per maand eventjes langs de Milieustraat kunnen rijden. Wat voor impact de criminele wereld verder heeft op onze samenleving en hoe de politie hiertegen strijdt, zie je zo. Het is namelijk eerst tijd voor de ecstasy-gebruiker. Want ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft wel eens een pilletje gebruikt. Wat zou een duurzame ecstasy-pil voor hen opleveren? Ik vraag het aan Tom Bart. Hij is verslavingsexpert bij Jelinek en iemand die precies weet wat er allemaal in een ecstasy-pil zit. Ik heb 3 pillen meegenomen. Die komen van 3 verschillende dealers. En nu is het ook vaak zo dat als je een pil herkent, gewoon qua uiterlijk, dat je denkt, oh, wacht even. Deze heb ik eerder gehad en die is goed. Ja. Is dat überhaupt, slaat dat ergens op? Nee, dat is natuurlijk wel een beetje wat ze proberen te bereiken met al die mooie kleurtjes en logo's en zo. Alleen je moet je bedenken, die logo's, die kan je gewoon op AliExpress of weet ik veel online ergens kopen. Dus die logo's worden ook heel vaak hergebruikt. Dus. Wanneer kan je wel met zekerheid zeggen wat er in een pil zit? Nou, daarvoor ben je vandaag hier. Dat is echt alleen testen. In het testcentrum. Ja. Dit is een recente pil, van afgelopen maand. Ik ga hem even checken. Ja, en, pillen per se afstellen dat hij exact dezelfde dikte en diameter heeft, zeg maar, bij een nieuwe badge. Dat is al ingewikkeld, dus daar kan je badges best wel goed in onderscheiden. Nou, je ziet deze prut blauw-zwart, dus er zit MDMA in. Een zuivere pil bevat dus enkel MDMA. En bindmiddel en een soort kleurstof om er een beetje wat sjeu aan te geven. Precies, over het algemeen wel. Hey, hoe komt het eigenlijk dat ik zo vaak over vervuilde pillen lees? Ecstasypillen zijn natuurlijk geen gereguleerde producten. Dus ze worden op de zwarte markt worden ze geproduceerd. Dus er komen wel eens vervuilingen voor. De meeste problemen ontstaan echt omdat mensen gewoon te veel MDMA gebruiken. Vooral met ecstasy is echt een middel, volgens mij, als jij iets minder gebruikt en je zit op de juiste dosering, heb je een veel leukere avond. Ja. Omdat je hier nog meer open staat en gewoon vrolijk bent en euforisch bent. Maar zodra je wat te veel gaat nemen, kom je ook een beetje in je eigen bubbel. En komen bijvoorbeeld ook hallucinaties of weet je, last van je spieren of kaken of nou, dat soort dingen. Ja, dan wordt de avond ook niet leuk. Dus eigenlijk, het effect wordt niet beter als je meer neemt. Gaat het misschien juist tegen je werken. Ja, als je te veel gaat gebruiken, dan wordt het effect ook niet per se leuker. Ja. Niet gezellig. Wat zou het opleveren als ecstasypillen niet meer door criminelen in vieze schuurtjes in Brabant zouden worden geproduceerd, maar in een gecontroleerde omgeving? Nou, het zou natuurlijk opleveren dat je precies kan reguleren waar hoeveel MDMA er in de pil zit en wat er nog meer allemaal in zit. Geen vervuilingen meer. En je zou bijvoorbeeld mooie pillen kunnen verkopen van, nou, hier zit 50 milligram in, hier zit 100 milligram in. Kan je pillen verkopen die misschien ook weer makkelijk te doseren zijn, makkelijker te breken zijn. Je kan er een bijsluiter bij geven. Dus dat zijn wel allemaal voordelen uiteindelijk voor degene die het wil gebruiken. De ecstasy die je koopt bij je dealer kan vervuild zijn of een voor jou te hoge dosering MDMA bevatten. Dit kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen en juist dat wil ik met mijn duurzame ecstasypil aan de voorkant voorkomen. Door een zuivere pil samen te stellen met, afhankelijk van je gewicht, de juiste dosering MDMA. Een pil op maat dus. Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste deel van deze aflevering. De illegale wereld achter ecstasy. Want hoe ziet de strijd van politie en staat eruit tegen deze criminelen? En kan mijn duurzame pil hier wellicht een positieve impact op hebben? Hiervoor heb ik afgesproken met de politie van Brabant, de drugshotspot van Nederland. En met Pieter Tops. Hij is hoogleraar en doet onderzoek naar de impact van de handel en productie van synthetische drugs op onze samenleving. Kunt u mij vertellen hoe omvangrijk de drugscriminaliteit is als we het hebben over synthetische drugs in Nederland? Synthetische drugs heb ik in 2017 uitgezocht met een bepaald model. En we kwamen tot de conclusie dat in dat jaar in Nederland geproduceerde ecstasy en amfetamine, een totaalbedrag van 18,9 miljard tenminste op wereldschaal. Het is groter dan de omzet van Philips, om maar eens even iets te noemen. Dus dan krijg je een beetje een gevoel voor hoeveel geld het is. In termen van de straatprijs. Dus wat wordt ervoor betaald op straat? Want in Nederland zo'n ecstasy pilletje maken kost ongeveer 20 cent. Hoe ziet de strijd er eigenlijk uit die jullie voeren?
Nou, wat we doen is natuurlijk heel veel onderzoek naar de mogelijke locaties waar drugslabs zitten. Met name ook vanwege het gevaar wat daarmee gepaard gaat. Een paar jaar geleden hebben we busjes gehad in Eindhoven met drugsafval. Die zijn in brand gevlogen of in brand gezet. En bij een brand in een vrachtwagen met drugsafval is vannacht in Eindhoven zeer giftig zoutzuurgas vrijgekomen. De vrachtwagen brandde helemaal uit. In de straat zijn 12 woningen ontruimd. Ongeveer 20 bewoners zijn in een buurthuis opgevangen. Oh god. Maar dat houdt dus in dat je om 3 uur 's nachts uit je bed gebeld wordt. Omdat de politie voor de deur staat. Omdat jij je huis uit moet. Omdat iemand anders drugsafval in brand heeft gestoken. En jouw veiligheid niet gegarandeerd wordt. En natuurlijk de criminele organisaties. Waar ook hele grote criminele winsten mee gepaard gaan. Ja. Daar tegenover staat ook altijd het gevaar voor geweld en voor liquidaties. Op welke manier heeft de drugscriminaliteit invloed op onze samenleving? Het heeft een sociale aantrekkingskracht, dus het trekt mensen die drugswereld in die er anders niet in zouden belanden. Nou, ik noem scholieren, studenten, ik noem boeren, vissers, mensen uit achterstandswijken. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden van mensen die, waarvan de kans dat ze in een crimineel milieu terecht zouden komen niet zo groot is, maar door die, nou ja, het gemak waarmee je veel geld kunt verdienen, toch in die wereld belanden. Dat zijn geen grote criminelen, maar ze houden door wat ze doen wel die illegale wereld in stand. Je hoort dus eigenlijk die ene stempel, hoor je tikken, dat is het moment dat hij een pil slaat. Hier zitten 12 stempels in. En die kan dus ook 36.000 pillen grofweg per uur draaien. Dus 36.000 per uur? 36.000. Jeetje. Dit, weet je wel? Ik bedoel, dit is natuurlijk een schijntje bij wat die criminelen kunnen produceren. Maar hier kan je... Ik zou hier echt moedeloos van worden als politie zijnde ook. Want 36.000 per uur? We moeten zorgen dat hier de resultaten zo zijn zoals de landen om ons heen. En ja. Waar het nu net wat meer is. En je ziet dat de afgelopen jaren al wat afnemen. Dus dat is in ieder geval maar mooi. Ben je dan ook niet bang dat ze stiekem ergens anders dan een weg vinden om alsnog hetzelfde te doen? Ik heb altijd zo'n gevoel dat het kat en muis spel, toch? Dat klopt, maar we moeten er wel als kat achteraan blijven gaan, want anders krijgen we muizenplaag. Ja, dat is ook wel weer zo. U zegt eigenlijk, het is belangrijk dat we de drugscriminaliteit terugdringen. Wat nou als we dat doen en daarnaast eigenlijk een alternatieve ecstasypil op de markt brengen? Eentje die duurzaam is, wat dan inhoudt dat je geen bijdrage levert aan de criminaliteit. Drugsafval ook niet in de natuur belandt, maar gewoon netjes verwerkt kan worden. En een pil waarvan je dus eigenlijk zeker kan zeggen, dit zit erin en het is zo veilig mogelijk. Als het gaat over de ecstasyproductie in Nederland, dat het overgrote deel daarvan voor het buitenland bedoeld is. Dus dat raak je niet door het ecstasygebruik in Nederland te legaliseren. Nou kun je zeggen van dan moet je een internationaal initiatief nemen. Maar dat zal met ecstasy voorlopig echt niet realistisch blijken. Want? Omdat het plaatsen van harddrugs op een lijst van gelegaliseerde drugs voor zo'n beetje alle landen die je kent, echt een paar bruggen te ver is. Op den duur legaliseren van ecstasy, het noodzakelijk is dat je eerst de omvang van die criminele drugswereld terugdringt om ervoor te zorgen dat het legale deel überhaupt een kans van overleven en kans van slagen heeft. Dat zal al ingewikkeld genoeg zijn. Even voor de duidelijkheid, ik heb liever ook een samenleving zonder drugscriminaliteit. En aangezien het inmiddels de spuigaten uitloopt, is het ontzettend nodig dat deze groep wordt bestreden. Want 80% van onze illegale ecstasyproductie in Nederland is voor het buitenland. Dat betekent wel dat er 20% op Nederlandse bodem blijft, voor de Nederlandse gebruiker. En met mijn duurzame ecstasypil wil ik dat die 20% crimineel vrij is. Dat daarvan het drugsafval niet in de bossen van Erik belandt. En dat mensen, eenmaal goed voorgelicht, een persoonlijk gedoseerde ecstasypil kunnen krijgen. Dan hebben we er in ieder geval alles aan gedaan om de situatie zo veilig mogelijk te maken voor onze gebruikers. En ik denk dat Nederland hier een voorbeeld in zou kunnen geven. Dan hoeft de rest alleen nog maar te volgen. Volgende week onderzoek ik of de feestganger eigenlijk wel op mijn pil zit te wachten. Welkom bij het MDMA Dilemma! En wat komt er allemaal kijken bij het maken van een duurzame ecstasypil? Want dit zijn ook de pillen die jij produceert. Ja.